Er staan moppen in. Goeie moppen. Soms, ik lees ze dan, om te weten of die van mij beter is. Ja. Of als hij dat kan veranderen. Dus hier een Hollander komt in Oostende, je bent in een garage. Je zegt hij, nou, zegt hij, ik had graag die wagen gekocht, die Simca Talbot. Je zegt die verkoper, Talbot zeker. Nee, 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 zegt hij, Talbot is de uitspraak. Alles met OT in het Frans is Talbot. Hoe zegt hij, dat is Talbot? Dat is Talbot, dat is Talbot, dat is Talbot, dat is Talbot. Op het moment die verkoper pakt dat brilletje van die Hollander de grond in. Allee, zetten. Wat is dat nu? Kapot of kapot? Jean-Marie Bolle is een van de vele kleurrijke figuren uit het Verre Oostende. Zijn leven is één grote mop. Hij kent er 3000 en vertelt ze dus ook te pas en te onpas. Dat is hier een mokje, hij is 6 jaar. En ze komt thuis en zegt ze pa, al doen zit achter Molly op straat. Oh ja, zeg, ja, ze is loops. Hier, om je tegen een kind van 6 jaar, hoe moet je dat gaan expliceren? En inderdaad, er is een noede remedie. Dat is patrollen, je smaakt aan het gat van die noemt en dan steekt de reuken weg van hun regels, zo zijn. En daardoor bloemen de rutten, hé, de reus, van achter hun gat. Nu, je pakt die dochter en die noemt, je gaat naar de garagepoorten, je zoekt er alles af, nieuwe schip patrollen. Maar staat dan ook klik met naften van de gasmachine, maar ze hadden ook al gezien, een beetje naft op die sluisje, je smaakt aan het gat van die noemt en inderdaad, dan marcheert ook. Maar 5 dagen nadien, die kleine kop van school, pa zegt ze, je gaat helemaal kijken naar Molly, hè. Ze staat op de hoek van de straat en verzekert zo'n naft. We zijn er aan het doen. Jean-Marie, hoeveel moppen kent jij? Ik heb er absoluut geen idee van. 1000, 2000, 3000, ik weet het niet. Het vertellen van een mop is ook heel belangrijk. Hè? Ja. Het aanvangen, de pointe, de inhoud is en er... meelachen ook. Hè? Ja. Als verteller moet ik kunnen meelachen. Maar je weet, ik weet niet of je weet, maar op de blam, parachute springt. Ja. Dat is met een hond ook, hè? Ja, ja. En hoe kan je weten dat het aan de grond is? Dat die lessen begint te verslaan. Zijn die 2 honden en staan aan de klaarmuur, hè? Twee honden aan de stikken, hè? Als je daar maar klaar naar beneden is, hè? Het komt twee handen af. Dan zegt hij, wist, wow, dat moet je niet klaar. Dat is een mop zonder woorden, hè? Dus alles wat ik zeg, dat is een vent die gaat onvissen in het bosje met de persen. Verveelt dat nooit? Nee. Ik ben hem op mijn eigen, ik ben een joke op mijn eigen. Ik ben geboren op 1 april. Dat is ook wel een mop op zich. Dat is een mop op zich. Mijn vader belde de hele familie, 1 april. Ik heb een zoon. Ja, zeg ze, jij niet, manneke. Het is vandaag 1 april. Ik heb daar 5 dagen gelegen zonder volk. Niemand die is komen zien naar mij. Dus ik moet de schade inhalen. En nu zit ik regelmatig op café en daar. Zijn er dagen bij dat u geen moppen kunt vertellen? Als u zichzelf niet goed voelt, een beetje depressief? Toch ga je dat voorbij. Nee. Ik kon de dag gewoon heel ziek. Ook zijn ziek, eigenlijk gewoon. Ik kom bij een dokter, ik had 39 rondcourses. En waar zei Jean-Marie? Ik heb je lang niet meer gezien. Ik zei niks, ik ben ziek geweest. Wat bezielt jou daarin eigenlijk? Dat is je hobby. Ze zei tegen mij, je mag hier kijken voor 20.000 frank. Gewoon niet, maar wij niet van wanten. Heel naakt. Of je kreeg 3 nieuwe moppen, dat er nog nooit iemand gehoord had. Kon je 3 moppen pakken. Ik laat mij niet van wanten zijn. Wat vind je van seks op de televisie? Ik vind het niet allemaal. En wat kon eigenlijk zien? Ik heb het nog gisteren al geprobeerd. Ik zeg dat gewoon vond. Dat is niet gemakkelijk. Maar kan ik het 2 maanden, niet 2 akkeloers. Hij zat in een namen hoe chef zat, hoe zit dat zat. Wow, waar ging nu? Ik zat bij de BRT. Hij zat wat doe je dan? Baas, ik steek een kabel 15 zwart zijn, een kabel 15 wit zijn, en zijn beeld in. Oh ja, zei dan. Oh ja. Nu 2 dagen nog die zit en dan en zei naar je werk. Zei bij de telefoon, bij Bill gekomen. Wat is dat? Iemand jouw spraakgebrek bij de telefoons. En bij jou zei hij, en dan nog niet gaat zeggen dat je belt, dat dat zegt. Dat is ik, dat is ik. Als ik dan een moment heb dat ik niet weet wat gedaan in de winkel. Ik heb al mijn pinthouse en mijn blote vrouwtjes mee. Maar voor de mopjes natuurlijk. Hè. En dan... Dan heb ik hier een stoeltje, dat staat hier ook heel discreet. Een klapstoeltje. Dan gaat dat hier open.
Heel gemakkelijk. Dan gaat de stapel met de penthouse en de playboardjes naast me. En dan zet ik me en dan zijn we terug aan het moppen, hè.